Hallo, ik ben Ruud. Hallo Ruud, hoe lang voetbal jij al? Ik voetbal al 9 jaar. Bij welke club voetbal jij? Ik voetbalde bij 9 jaar bij de vereniging Unio en volgend jaar ga ik naar de Sportlust. Oké. En waarom heb je... ga verder. Waarom heb jij besloten om naar bij Sportlust te gaan voetballen? Nou, ik heb dat besloten omdat ik anders naar de A moest bij Unio. En ik ben nog een B-speler. En bij Sportlust spelen ze veel hoger, dus daarom ga ik naar Sportlust. Oké. En jouw favoriete club is? Feyenoord, uit Rotterdam. En waarom is dat? Ja, nou ja, dat heb ik al een soort vanaf mijn geboorte meegekregen, laat ik maar zeggen. Mijn vader die was altijd al van Feyenoord. En dan krijg je dat soort in de schoot geworpen. Maar ja, momenteel draait het niet zo goed met Feyenoord. Over het algemeen is Feyenoord toch een topclub, samen met Ajax en PSV in Nederland. En ja, het is altijd al een droom geweest om daar te mogen spelen. Oké, Ruud. En heb jij verwachtingen dat je ook terecht komt bij Feyenoord in je toekomst? Ja, ik zou het niet weten, maar ja, ik ga dus van Unio naar Sportlust, dat is wel iets hoger dan. Ja, en dan hoop ik via tussenstapjes er te komen en gewoon hard blijven trainen. En je blijft dromen? Ja. Dat is mooi.